Chris. Ik ben Niels. Ik ben Jeroen van Survivor & Coaches. Yes, en vandaag hebben wij voor jullie een mededeling. Een mededeling, ja. In 2014 alweer, best wel tijd geleden, hebben we allereerste filmpjes gemaakt. Toen was ik nog samen met Jurian. Toen is op een gegeven moment Niels erbij gekomen. En op een gegeven moment is Jurian weer weggegaan. Nu staan we er met z'n tweetjes voor. Klopt. Maar we hebben een tijdje al niks meer van ons laten horen. Dat heeft een reden. Dat zie je nu ook een beetje achter ons. Onze eigen trainingslocatie in Zwolle, genaamd... Overcoming Obstacles. Yeah, baby. Yeah, baby. En ja, wij hebben een mededeling voor jullie. Ja, dat is dat Survivor & Coaches gaat stoppen. Serieus, Jeroen? Ja, echt wel. Helaas. Wat doen we dan met al die mooie shirtjes die we hebben, met die logo's en zo? Ja, ik denk gewoon vervangen, Jeroen. Er zit niks anders op. Ik heb een heel goed idee voor je. Hier. Nieuw shirtje. Overcoming Obstacles. Trek maar aan. Hoppa. Hoppa. Staat je goed? Gewoon trainer geworden. Nu ik nog. Wow. Heel vet, heel vet. Ja, het kanaal Survivor & Coaches gaan we dus opdoeken. Maar geen nood, want we gaan onder het merk Overcoming Obstacles gewoon door met het maken van filmpjes. Eigenlijk wordt het alleen maar mooier, hè, Jeroen. We gaan weer meer video's maken. We gaan ons focussen op klimtechnieken, op krachttraining. Eigenlijk wat we de komende... de afgelopen 2 jaar niet meer veel hebben gedaan. Klopt, klopt. We hebben al een paar mooie filmpjes in de wachtrij staan. Vooral wat krachtoefeningen die ondersteunend zijn aan de sport Survivorrun. Dus ben je daar benieuwd naar, zorg dan dat je vooral het kanaal Overcoming Obstacles volgt. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Volg Overcoming Obstacles, want over een maand, dus op 1 juli, staat het merk Survivorrun Coaches niet meer op de social media. Laatste kans. Is niet anders, Jeroen. Mm. We gaan het moois maken. Zeker weten. Je klimmen? Tuurlijk.